En het is open. Oké, okay, Bob. Oh, hij kijkt naar jou. Oh, zo! Vandaag gaat de alheilige Bob onze survival bepalen. Oh? Ja. Ja, je hoort het goed. Bob gaat voor 24 uur lang bepalen wat wij doen in deze survival. Want toen wij vorige keer afsloten in de survival, was hij uit zichzelf, dat hebben wij niet gedaan, nee, was hij hierin gesprongen. En ik heb net wel even de deurtjes... Ah, Bob, ja. Oh, hij is sneaky, hij wil eruit. Maar ja, hoe is hij erin gegaan? Dat moet wel via hier. Zo. Stond het deurtje toen niet open? Nee. Okay. De deurtjes stonden zeker niet open. Nee, want echt alleen deze stond hier. Hij stond op groen. Maar ja, Bob die zit in onze machine waar wij altijd mee beslissen wat wij op een dag gaan doen. Tenminste, als wij een speciale aflevering doen. We hebben een keer Jeb heeft gekozen wat wij deden. En vandaag is er Bob. Ook toevallig 3 letters. Het werkt heel simpel. We hebben een groen vlak en een rood vlak. Bob, even goed luisteren. Ja, luister je? Ja, oké, okay, luister goed. Oké. Okay. Als jij naar het groene vak gaat, dan betekent het dat jij ha zegt. Ja? Oké. Okay. En als je naar het rode vak gaat, dan betekent dat je ha zegt. Oftewel ja en nee. Capies? Hij snapt het. Ja, hij knikte. Alright, top schatty. Dus nu hebben we alleen nog een dilemma nodig. En ik had er op zich wel eentje al bedacht voordat we begonnen. Zou ik die stellen aan Bob? Of we Beb... Of we zeggen Beb. Of we Jeb moeten scheren of niet? Ah, nee. Dat zou echt heel sneu zijn. Oh. Het lijkt me wel grappig als hij een vrouw heeft die Beb heet, inderdaad. Jeb en Beb? Bob en... Oh, Bob en Beb. Ja, Bob en Beb. maar nee, dat was niet mijn vraag. Mijn vraag aan jou, Bob, is... Hè? Moeten wij een paar van die bamboestellages lenen, Bob? We zouden stelen. Nooit van jouw volk stelen. Nou. Uiteraard niet, Bob. Oh, ja, nee, ja. Maar ja. Moeten we er eentje lenen? En wij moeten, denk ik, heel snel erachter rennen, want anders blijft Bob naar ons kijken. Oké, is goed. Dus we doen de dingetje open. Moeten wij van die bamboe dingetjes lenen, Bob? Ja of nee? 3, 2, 1. En het is... Oh, en het is open. Oké, Bob. Oh, hij kijkt naar jou. Oh, zo! Was dat niet omdat ik nog te dichtbij stond? Nou, ik denk dat Bob gewoon... Serieus van, ja, pak die bamboe dingen. Oh, zeker jee. Weten. Oké. Oké, Bob, goede keuze. We duwen je weer terug. Oh. Wil je dat we alles meteen gaan doen? Of doen we dat later? Ja, nou, laten we het meteen doen. Dan gaan we daarna de volgende vraag aan Bob stellen. Oké. Daar kunnen we ondertussen over nadenken. Maar kunnen we dat zo overdag doen? Nou ja, Bob zei dat we ze mochten lenen, toch? Oh, maar het staat er helemaal vol. Zo gaan we dan hier aan de achterkant? Ja, laten we even kijken of er hier minder villagers zijn. Ze zijn echt allemaal aan het kletsen en bezig. Kijk, hierboven. Zullen we die pakken? Hier staan er een paar. En hier hebben we niemand die kijkt. Ja, dat vind ik een goeie. Dan moeten we eerst boven zien te komen. Oh, er zitten creepers in de arena. Oh, dat zijn niet mijn vrienden. Nope, ook niet die van mij. Oh, maar hij kan niet bij ons komen, dus er is niks aan de hand. Oké. Nee, we kunnen gewoon via die stellages omhoog klimmen natuurlijk. Ik ben aan de voorkant. Zo. Zo, het is hier echt nog druk. Echt. Waar wil je ze voor gaan gebruiken dan? Waarom wil je ze eigenlijk lenen? Ja, dat weet ik niet. Ik vind ze gewoon cool. En we hebben geen bamboe. Kijk nou hoe vet deze arena gemaakt is. Het is, ja, echt, hij is nog niet af. Ik denk met een paar dagen zal hij vast wel af zijn. Even denken. Ik denk dat we gewoon... Hoe komen we daar? Nou, hier is parcouren! Wel... Oh, het werkt ook nog. Oké. Ik ben echt een parkourmeester. Oh. Ik niet. Ik ga bouwen. Oh, ik red het ook net niet. Toch? Nee. Dat is helemaal niet erg. Oké. Oeh, hier hebben we wat stellages. Kijk. Is iemand hierboven? Deze ze kijken de andere kant op. Die villager kijkt weg. Oké, snel, schat die. Leen het. Zijn ze... Oké, ja, je kan zaken. Top. Hij kijkt nog steeds weg. Oh, nee. Hij kijkt nog steeds weg. Je moet steeds weggooien. Zo. Oké. Hij loopt rond, maar... Hij blijft wegkijken. Oké, ga door. Ga door. Ja, ik heb ze. Ik heb alles. Top. Oké, top. Springen! Willen we deze ook, of niet? Oh.
Nou, ik heb er nu 16. Ah, dat is niet genoeg. Hupsakee, ik pak er een paar. Oh, wil jij het hout weghalen? Deze, ja. Ons hout ligt er nog. Oh ja, 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 ja. Zo. Ik bedoel, waarom hebben ze überhaupt stellages op de bovenste verdieping nodig? Misschien komt er een tof dak op. Oh, dat is waar. Nou, alvast sorry, jongens. maar we lenen het, we lenen het. En Bob zei dat het oké was. Ja, precies. Gewoon Bob de schuld geven. Precies. Heb jij al een nieuwe vraag voor Bob? Een nieuwe vraag? Ja, die we aan Bob kunnen stellen. Nou, wat kunnen we nog meer doen? Nou, ik kan je vertellen, ik ben mijn zwaard kwijt. Je bent je zwaard kwijt? Mijn diamond sword. Ik heb alleen nog maar een iron. Ja. Misschien kunnen we doen... hoeveel levels heb jij? 21. Oh, ik ook. Ja, ik had gehoopt dat je 31 zou hebben. Dan zou ik zeggen van... dat wie ja of nee... dan ben jij rood, ben ik groen. En degene waar die heen gaat, die moet voor mij diamond sword enchanten. Wat? Nee, ja, doe dat voor de ander. Anders is het jij voor jezelf. Oké, nee, prima. Die wil ik best met je afspreken. Ja, zullen we die doen? Ja, dus als die op groen staat... Ja? Dan ga jij iets voor mij enchanten. Oké. En als die op rood staat... Oh, Bob is helemaal blij. Hij is heel opstandig. Als die op rood staat, dan moet ik voor jou iets enchanten. Oké, dat is goed. Maar het maakt, zeggen we wel wie wat voor de ander moet doen? Mag je zelf iets uitzoeken? Ja, de ander mag ook kiezen. Of is het een verrassing? Oké, is goed. Oké, ben je er klaar voor? Dus ik ben... Als het groen is, win ik. Rood win jij. Top. Gooi hem open in 3, 2, 1. En zijn open. Zo. Kaboom. Kaboom. Lekker, Boppie. Oh, wat hou ik toch van deze man. Kom hier met die neus. Ja, dat was wel heel... Oké, wil je 1 uit de 3 doen? Oké, nee, we doen best of 3. Want dit was een beetje... Ik weet niet of die nou een voorkeur heeft voor groen. Bob, kom. Heeft iemand een leash? Of het te maken... voor een villager. Ik weet niet of het nou te maken heeft met waar we staan. Nou ja, we staan allebei natuurlijk aan één kant. Maar oké, we wisselen hem nu om. Dus nu ben jij groen. Oké. En ben ik rood. Ja? Oké, doe hem open in 3, 2, 1. Oh. Oké. Ik hoor een spin. Ik ook. Maar Bob is nu wel beter aan nadenken over zijn keuzes. Nou, die vindt het moeilijk om een keuze te maken, zo te zien. Hij zit zo een beetje in de verte te kijken, zo... Hey Bob. Bobbidi Bob. Groen of rood, Bob? Je moet nu wel... Oké, hij gaat voor groen. Hé, maar is dat dan dat die villetjes daar zijn of zo? Ik weet het niet, want hij dacht er deze keer wel echt heel erg lang over. Dat is waar. Oké, kom Bob. We kunnen ook natuurlijk blauw en geel doen. Dat is wel... Dat is een hele goede laatste. En dat we dan, God, Bob! Loop niet zo in de weg, vent! OMG! Bob! Hij zit vast volgens mij. Oh, Bob! Loop nou door! Hey! Oh! Hups, oké. Zo. Oh, je doet hem gewoon pijn. Nee, ik gaf hem een zetje in de goede richting. Oh. Dat is anders. Oké. Hij is wel meteen helemaal hysterisch. Ja, hij is helemaal hysterisch. Maar ik vind ook, Bob, je moet even je aandacht erbij houden. Oké. Ja, hij is blauw, geel win ik. Ja. Blauw win jij. Ja. Gooi hem open in 3, 2, 1. Oh. Oh, oké. Nou ja, hij ging wel heel... Oh, en nu gaat het... Ja, hij ging naar blauw. Jij hebt eerlijk gewonnen. Ja. En ik had ook een beetje moeite met mijn poortje open te krijgen. Oh. Nou, we laten Bob lekker even kalmeren. Gaan wij ondertussen enchanten. En volgende keer gaan we inderdaad blauw en geel gebruiken. Dat lijkt me eerlijker. Oké. Of het was gewoon toeval. Ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon... Dat kan ook. Zeker waar. Oh. Maar oké, wat wil je dat ik voor je ga enchanten? Je hebt 21 levels die je kan voor één enchant kan gebruiken. Ik hoef in principe maar één dingetje. En dat is een zwaardje. Een diamond sword. Ja, we hebben alleen volgens mij helemaal geen diamanten meer. Ik heb hier nee. wel één zwaardje. Ik ga even kijken. Ik denk echt wel dat we nog wel iets hebben. We hebben er één. Echt? Ja. Echt. Man.
Ja, we hebben ook wel echt heel weinig gemind deze survival. Ja, voor mijn gevoel echt maar 3 keer of zo. Oh, hier is een sharpness 3 diamond sword. Oh, hier is er ook eentje, maar die is echt al een beetje gebruikt. Oh nee, ja, deze is inderdaad ook prima. Alright, ja, nou dan ga ik kijken. Een ja, dat is prima. Want wat we ook kunnen doen, is hier zit er eentje op de item frame. En er zit er 1 in, dus we hebben er in principe 2. Ja, maar zonde om dan die diamond te gebruiken. We zijn zo skeer. Ja, dat is... Oké, dan doen we die. Even kijken, heb je lapis lazuli mee? Ja, helemaal voorbereid. Alright. Je kent mij, de man der voorbereiding en van de goede orde in de kisten. Oh, ja. Oké, ik ga voor jou kijken. Wat kan jij krijgen met 2 levels? Jij kan krijgen of... Ja? Smite 1. Wauw. Oh, nou. Of, wat is het op de nummer 2? Shaboom! Bane of Arthropods. Arthropods. Nou, dat klinkt niet echt... Welke van de 2 wil je hebben? Ja, wat denk jij? Misschien dat er natuurlijk bij 2 iets bij komt. Ja, die kans zit erin. Dan, maar wat we ook kunnen doen is boekjes en dan het boekje erop zetten. Ja, laten we kijken wat een boekje is. Oké, dan pak snel een boekje dan. Dan ga ik nadenken over wat we Bob gaan vragen. Zeker nu hij zo in de stress is. Ja, je bent wel zo niet in een heel zacht setje volgens mij. Nou ja, maar dat komt gewoon omdat ik de laatste tijd een beetje fitness. Oh, dat gaat ineens veel te hard allemaal. Ja, dan denk ik zo van dat is een klein duwtje. Maar laten we eerlijk zijn, hij is er wel prima van hersteld hoor. Jawel. Zo erg was het ook weer niet. Maar ja, het was... Ik weet niet. Het leek alsof hij niet echt zijn focus erbij had. We hebben maar geen boekje meer, dus laten we maar gewoon level 2 doen. Ja, wil je gewoon level 2 erop? Ik kan ook even kijken wat ik op een axe zou krijgen. Die heb ik hier nu toch in mijn handen, een iron axe. Oké. Dan heb je in ieder geval een keuze. Daar kan namelijk komen of efficiency 1 of efficiency 2. Ja, maar een axe vind ik zonde. Nee, liever dan iets op een diamond sword. Want diamond sword efficiency... is sowieso fijn voor een creeper. Want met een iron sword moet ik hem 4 keer raken, minimaal. En ja, maar jij hebt... Er ligt nog beneden een sharpness 3 zwaard, hè? Op een iron? Diamond. Huh? Dus ik zou gaan voor de axe met efficiency. Want dan kan je de boompjes voor de boomhut kan je gewoon hakken. Oh, okay. Die hebben trouwens ook nog een beetje gepimpt. Klein beetje gepimpt. Kijk, krijg jij van mij mijn prachtige axe met efficiency 2. En dan pak ik ook wel eventjes dank u. Het zwaard voor jou. Aangezien ik precies weet waar alles ligt in de chestroom. Ja, dan zou je misschien eens een voorbeeld aan willen nemen. Ja, nee. Het is gewoon een suggestie. Oh, ik gooi mijn zwaard weg. Goed beetje. Ja, hier. Kijk. Sharpness 3. Mooier dan dat wordt het niet. Oh jee. Oké, en ik weet een goede vraag voor Bob. Ik weet niet waar jij heen bent. Ik ben hier aan het vechten met een creeper. Ah, creeper! Maar kom eraan. Bob. Ik ben er. Kijk. Alsjeblieft. De vraag is namelijk, moeten wij gaan slapen? Oh. Ja, we moeten die vraag wel een beetje snel aan opstellen, want anders kunnen we niet meer slapen. Oké, snel. Snel, Bob. Oh, wat? Wacht even. Hè? Bob is... Maar... Nah. Nee, joh. Hoe komt het nou ineens zo? Ik snap er echt helemaal niks van. Hij heeft... Heeft hij hem opgegeten of zo? Ja. Nah. Dat moet wel. Of Bob zit ons te pranken. Heeft hij een verkleedpakje aan? Oh my god. Nou ja, laten we dan deze maar beslissen wat we gaan doen. Oké, deurtjes dicht. Bob. Is het Bob? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Oké, nou ja, laten we de deurtjes... Is hij hier, Bob? Nee. Nah. Misschien popt hij wel weer ergens op. Ik bedoel, Bob popt altijd op, zeggen ze, denk ik. Oké, moeten we gaan slapen, ja of nee? Zombie beslist het in 3, 2, 1.
Wat is eigenlijk ja? Blauw is ja. Ja, dat vind ik ook. Kies voor blauw. Oh, nee. Oh. Hij kan net zo slecht beslissingen maken als Bob. Oh, oh, hij bijna. Zit op het randje. Hij is net niet over de streep. Bijna. Kom op. Mogen we slapen? Nou, het hoeft toch niet meer. Jawel, ik wil nog snel slapen. Kom op. Ja, oh, oké, okay, snel naar bed. Snel. Ik wil slapen. Snel. Want soms is het lekker om in de ochtend gewoon nog net even lekker in bed te liggen. Even je om te draaien. Ah, snel. Yes, kom erbij. Woo. We made it. We kunnen slapen. Olé, zo, olé, olé. En daar gaat de zombie. Dus het was okay. Niet Bob. Nee. Ik hoop dat Bob gewoon ons aan het pranken is. Dat Jeetje. Hij ergens weer oppopt. Opbopt. Oh man. Ik schrok wel toen ik die zombie daar zag. Ik ook. Maar okay, ik snap het nog steeds niet helemaal. Nou ja, of het is een prank of die zombie heeft Bob opgegeten. Ik ben bang voor het tweede, maar... Nou ja, ik weet het niet, want Bob die heeft ook... Dat hij opeens plots poep hier was. Dus hij kan op zich nog wat dingetjes doen. Ja, zullen we eens kijken wat ze met die bamboe voor leuke dingen kunnen doen? Ik kan ze helemaal niet op elkaar zetten. Ook niet met shift? Oh, met shift? Oh. Ja, dat kan ook. Oh ja. Hupsakee. Oh, cool. Wow. Zo vet. Oh, joh. Moet je oppassen dat de onderste niet... Oh! Oh, ik wist dat je iets gemeens ging doen. Je kan het echt in één dingetje wegknikkeren. Wow. En nu zit ik hier. Help. Ik maak een ding naar boven. Yay, thank you. Oh, je kan een soort van klimrek maken. Waar is dit nou cool? Oh, voor de Hall of Fame is het nog best handig. Ja, want jij hebt natuurlijk dat je altijd dat moet maken, zo'n... Nee, ik ga altijd via de zijkanten hier. En dan ga ik zo... Zo erbij. Maar ik zit te denken, waar kan het nog meer leuk zijn? Even denken. Nou, voor als sowieso kunnen we natuurlijk bewaren voor als we iets willen bouwen. Dat is helemaal waar. Daar is het wel echt ideaal voor. Ook dat je hem dan in één keer zo kan opruimen. Dus in principe... Ja, misschien is dat het eigenlijk wel. Ja, we zouden hem nu kunnen gebruiken om de bomen te... Want beetje kan je ook omhoog en dan... Ja, je kan gewoon ingedrukt houden. Als je shift ingedrukt houdt en dan naar boven, dat is hoe ik hem net deed. Ah ja. Oh. Wow. Oh. Dat gaat echt zo rap. Ja, hè? Dus het is ideaal om echt als een soort van stijgers te gebruiken. En dan kan ik er dan gewoon opstaan. Ja, en dan zeg ik... Oh, zo van... Oh, ik wil er daar nog heen. Oh, dat is moeilijker. Hoe doe ik er nou aan de zijkant dan eentje? Dat is mij ook nog niet gelukt. Hmm. Hupsakee, met je sharpness 3 zwaard, joh. Lekker. Pot voor 3. Even kijken. Dus dan willen we hier natuurlijk onze nieuwe boomhut laten zien. Oh jee, er zijn nog meer zombies. Het is echt druk. Het is echt... Ik denk toch dat het op hard staat, de game. Ja, okay. Misschien omdat wij zo ontzettend ervaren zijn dat de game denkt van... Nou jongens, het gaat jullie zo goed af. Precies. Oh, en toen was het op. Oh, ik ben er net niet. Oh jee. Nou, je kan even naar beneden doen. We kunnen sowieso ook nog onszelf... Oh. Ja, het gaat heel rap. We kunnen onszelf ook nog naar bijvoorbeeld een toren in de boomhut maken of zo. Dat we daar omhoog klimmen. Oh ja, dat is waar. En dan misschien ook een soort van zwembadje waar je dan in kan springen om eruit te komen. Bijvoorbeeld. Nou, genoeg leuke opties. Laat ook zeker eventjes in de comments weten als jij een leuke optie weet. Hopelijk is volgende aflevering Bob weer terug. Ja. Met, weet ik veel, dat hij ergens gewoon... Ja, ik heb toch het gevoel dat hij ons aan het trollen is. Maar dat is gewoon een gevoel. Wie weet. Ik weet het niet. Jullie zien het volgende aflevering weer. Vergeet die duimpje omhoog te smashen en te abonneren. En wij zien jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Doei doei. Ciao.